Hoi, Kiek en Richard. Hallo. Wie zijn jullie? Dit is Kiek. Kiek is 29 jaar, woont in Amsterdam. En je vindt haar bij HBO ICT, waar ze les geeft, maar ook op Creative Business. Ja, en dit is Richard. En Richard is 34 en hij woont in Utrecht. En je vindt hem als docent bij Creative Business. Oké. Maar wat doen jullie dan bij de HVA Pride? Wat we doen bij de HVA Pride? Ik voornamelijk hou me bezig met het organiseren van events, borrels en bijvoorbeeld een HVA Pride Bites. En doe ook een beetje social media, waar je op ons kunt vinden. Ja, Richard en ik doen we eigenlijk een beetje samen met de social media. Ik hou me vooral bezig met al het artwork, al het design, het logo wat je hier ziet. Maar ook de flyers voor de nieuwe posters van de borrels, dat soort dingen. En het allerbelangrijkste natuurlijk, alle merchandise. Dus t-shirts, keycords, buttons, stickers, alles in die richting. En wat heeft de HVA Pride tot nu toe allemaal gedaan dan? Ja, veel. We hebben heel veel gedaan. Het is leuk om te vertellen misschien dat we vorig jaar oktober ongeveer begonnen hiermee met z'n vieren. Als een soort van stoute droom dachten we, nou, laten we dit gaan doen. En dan zou het wel heel gaaf zijn als we dan misschien op een boot konden staan met de Canal Parade. Ja, en dat is dus ook gelukt. Waar we super trots op zijn. We zijn afgelopen jaar mee gaan varen met onze eigen boot. En hebben daarmee ook Amsterdam en misschien wel Nederland laten zien wie we zijn. Zeker. Daar zijn we wel heel erg trots op. Oké, maar voor wie is de HVA Pride dan? Wij vinden eigenlijk dat de HVA Pride hetzelfde is als een regenboogvlag. En voor ons betekent die regenboogvlag dat iedereen welkom is. Dus het maakt ons niet uit, ook als je hetero bent, dat is misschien vaak een misvatting. Ja. Ook hetero's zijn welkom bij ons. Iedereen eigenlijk kan langskomen en ja, willen we erbij hebben. Ja, en zeker ook docenten en studenten. Dus we zijn echt voor iedereen, zijn we er. Ja, en dan niet alleen docenten, ook medewerkers. Ja, dus ook medewerkers, van de ramenlappers tot en met ja, de docenten. Zeker. Nou, leuk. En als ik jullie zou vragen, wanneer de HVA Pride dan echt geslaagd is, hè? Wat zeggen jullie dan? Wanneer het echt geslaagd is? Wat is dat voor jou, Kiek? Voor mij is het echt geslaagd wanneer dus, als je bijvoorbeeld student bent en je hebt een studieloopbaanbegeleider en je zit ergens mee. En dat die studieloopbaanbegeleider dan meteen denkt, hey, dit is een vraag voor HVA Pride. En ook dat studenten weten waar we zijn en dat we er zijn. Dus dat iedereen zich veilig genoeg voelt om te zijn wie die wilt zijn op de HVA. Ja, dat voel ik ook wel zo. Ik heb echt het gevoel dat, en dat hoor ik dan ook wel eens, of dat lees ik terug in een DM of in een mail, dat we echt iemand hebben kunnen bereiken. En juist dat soort kleine momenten heb ik echt het gevoel van, ja, hier doe ik het dus voor. Ik ben echt trots dat ik onderdeel ben van dit bestuur, ja, van deze community. En daarnaast ook wel belangrijk, hoe kom je dan bij de HVA Pride? Nou, heel makkelijk. We zijn heel makkelijk benaderbaar. Vooral via Instagram en Facebook. Dat is gewoon @HVAPride. Ja. En ook via de mail, dat is HVAPride@HVA.nl. Ja, je kan ons natuurlijk ook aanspreken als je ons ziet in gebouwen. We staan voor je klaar. En kom langs op een borrel of op HVA Pride Bites. Ja. Dat is misschien nog wat allerleukst. Ja, zeker. Oké. Nou, tot dan. Doei. Doei.